Ja, hier is Fischie weer en ik ben hier met Remco. Dit is wedstrijd van de week. En misschien is het al meer een wedstrijd van de week dan gisteren. Ja, het is toch wel. En de, toch de... Nummer Feyenoord moet, is de derde plek kwijt. Nee, 4 tegen 9. Toch? Nummer 4 tegen 9, ja. Maar Heerenveen heeft allerlei kansen nog, hè, best wel. Die gaan gewoon voor Europees voetbal. Ja, en Feyenoord moet hem nog maar derde zien te worden. En die willen de play-offs ontwijken. Die willen gewoon derde worden. Daarom. Wat denk jij uiteindelijk wie er in de play-offs gaat komen? Ik denk de rij zoals die nu staat. Ik denk dat AZ ook wel derde blijft eigenlijk. Dus dan zou het zijn Feyenoord... Ik weet niet helemaal over Vitesse. Wacht, ik pak even de stand van de Eredivisie erbij. Op het moment trouwens van spelen zien wij dat AZ gelijk gespeeld heeft. Dus als Feyenoord wint nu, dus dat is nog maar één punt achter. Maar zouden hij dan 4 Feyenoord, Utrecht, Heracles, Vitesse. Punt 2 is 5 punten los. Ja, dat weten we natuurlijk niet wat de tussenstand is nu. En Heerenveen daar weer een puntje achter, zeg maar, hier op mijn schema. Trouwens de Heer Groningen, ik weet niet waar die vandaan is gekomen. Maar die zit daar ook nog een puntje achter. Ja, die hebben ze echt goed bezig hoor, na de winst op. Ja, dus... Ja, dus jij zou toch wel die zeggen, Heracles? Ja. Jij denkt toch dat AZ boven Feyenoord gaat eindigen? Ja. Ik denk het ook eigenlijk. Feyenoord is een beetje, ja, het lijkt wel alsof ze er zelf al een beetje klaar mee zijn. En dat ook dat akkefietje dat Berghuis, die kreeg dan disciplinair, werd hij gestraft, zeg maar, op de bank. En volgens Van Bronckhorst was het dan tactische reden en die gozer die zegt gewoon, Berghuis zegt aan het einde van nee, ik werd gestraft. Dus ze nemen de coach ook niet echt serieus, als ze dat dan toegeven. Nee. Want staat Van Bronckhorst staat weer mooi voor lul bij de camera's. Nou ja, of niet. Je kan ook zo denken, nou ja, een coach wilde gewoon niet naar buiten brengen. Ja, maar dan moet gewoon... hij niet gaan bullshit gaan lullen van tevoren. Dan had hij gewoon zeggen, hij is disciplinair gestraft. Vind je dat een coach dat wel kan zeggen gewoon dan? Ja, wel als je afspreekt dat je het binnen de kamers houdt. Als dan dus de speler gaat zeggen, nee, ik was gestraft, dan sta je als coach wel voor lul. Ja, ik weet niet of daar afspraken voor gemaakt worden. Ik ben geen coach natuurlijk, dus dat kan ik niet weten. Maar ja, ik zou ook kunnen denken van, nou ja, weet je, als coach zijn wil je dat niet naar buiten brengen. Om niet gewoon rare dingen in gedachten te krijgen bij mensen. Dan ga ik dat gewoon niet vertellen. En dan zie ik het wel. Maar ja, als dan Berghuis misschien een beetje verbitterd is. Ik denk van, nou weet je wat, ik zeg het gewoon. Ja. En daarom denk ik dat hij nu gewoon Berghuis wel gaat opstellen. Dus ja. Of misschien is hij wel weer disciplinair gestraft voor deze wedstrijd. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat hij hem hard nodig heeft. Nou, we gaan het gewoon zien. Jongens, Feyenoord, Heerenveen. Wie gaat er winnen? Laat je voorspelling achter bij de comments. Op dit moment staan ze 3 punten achter op de koploper. Ze moeten vandaag dus winnen om op gelijke hoogte te kunnen komen. Met deze formatie stapt Feyenoord het veld op. Het elftal speelt vandaag 4-3-3. Daar worden wij Nederlanders altijd vrolijk van, hè? Natuurlijk een spits en buitenspelers die... Lekker countervoetbal spelen, altijd lekker. Een team die mee in de 16 komt. Ja, eigenlijk Heerenveen altijd een beetje de aanval wil doen, hè? Sportclub Heerenveen. Ja, dat zie je. Dan krijg je 50 doelpunten tegen en 50 doelpunten voor of zo. 4-3-3 vandaag. Wordt de wedstrijd op de vleugels gewonnen nu? Ja, je kunt de wedstrijd winnen. Toch is wel vreemd eigenlijk. Ze krijgen echt heel veel doelpunten tegen. En dan heeft juist dit jaar eigenlijk interesse in die perie van Heerenveen. Heel goed gezien hoor. Nicola Jurgensen. Daar is het eerste doelpunt van dit duel. En dat is af, jongen. Kijk het over. Ik draai je. Wat een kruisje. Zeg je? Ja, voordeel, ik moet toch aanvallen, dus ik heb wel mooi op Van Persie gooien. Dan weet ik ook precies waar hij komt, dat is een voordeel. Door de doelman. Probeert het. Dapper verdedigd. Keeper staan, het duurt echt zo lang voordat hij ging staan. Die paas wat onderschept. Oh, leuk. Oh. Steven Berghuis. Hij kan nu... Van Persie! De keeper heeft hem. Goed getuind trouwens. Een groen vlakkie. Nou, nah, jongens, wat is dit? Tony, ik kan gewoon niet met Heerenveen spelen, daar kom ik achter. Nicola Jurgensen. Bal kwijt, eens kijken hoe ze omschakelen nu.
Jezus. Knap gegeven. Heel mooi. Oh, kan echt goed met Heerenveen spelen. Godverdomme. Ja, met 69 reden of zo. Dat is onverwacht. 1,5 kans. 1 kans. 1 kans. Ik had al 3-0 kunnen staan, hè? Voetbal, hè? 1-1. Voor mij word je best zenuwachtig van mijn voorzetten, toch? Ja, die voorzet kom ik allemaal aan. Ik kan ze gewoon niet wegkoppen, lijkt het. Maar Jurgensen is ook wel. Je hebt ook twee van Persie dan Jurgensen erachter. Andersom. Hè? Had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Met die tackle herovert hij de bal. Ideale positie voor een voorzet. Heerenveen mag gooien. Heerenveen? Ja. En je mag de Fanny ingrijpen, dus ik ga gewoon diepte steeds zoeken, joh. Ik leg gewoon even achter de verdediging neer. Oh, dat is mooi bal. Ja, dat is een lekker. Oh, stappen verkeerd. Hij is er vandoor. Dit wordt menens. Nee, oh, hij komt aan. Lek, leggy. Nu schiet het. Oh! De bal wordt kalm rondgespeeld op. Zo! Wat is dat dan weer? De keeper grijpt in, maar kan de bal niet. Oh, wat is dit? Het rust op mezelf. Wat denk ik? Ik denk op X, hè. Ik denk ik wil hem naar de spits geven. Jezus! Hangt een doelpunt in de lucht. Dat was echt mooi. Ik wilde hem op de spits geven, maar hij gaf hem heel kort. Op zichzelf gewoon. Sam Larsson, ja, dat is doorgaans een uitstekende voetballer. Maar vandaag heeft. Nee, wat is dit? Gewoon achter zich, hè. Gewoon vol uithalen alsof het niks is. Ja, nu schieten, dus gewoon voor de statistieken, dat schot. Slechts 2 minuten blessuretijd. Heerenveen neemt de aftrap van de tweede helft. Die zijn weer op te jagen. Sam Lammers. Ja, die lag is toch wel een beetje minder. Maar ik profiteer er niet van. Nu wel, nu komt hij. Nee, even leuk. Ja, ik doe ook mijn ogen ook. Berghuis. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschak. Uitstekend gezien. Die is doorgegaan. Bij het spel snijdt. Een lop. Doelpunt voor Feyenoord. Schijt. Deze keer. Nee, het telt wel. Oh. Nee, ik dacht dat jij reeds kwitte. Dat is lekker. Maar het leek echt buitenspel hoor, ik zweer het. Hé, hey, durf die VAR te laten zien hoor. Die gaf mij gewoon gelijk. Je gaat de VAR, nou waarschijnlijk was het geen buitenspel. Ik geef het voordeel aan de IE, maar het was wel Rienstra. Oh. Hij schiet. Ja! Jongen! Slechte man die het qua regen. Ik heb geen kansen nodig hoor, ik ben gewoon. Oh, ja, vrije trap. De scheidsrechter fluit voor een vrije trap. Voor mij denk ik, ja. Hè? Ja. Oh, ik verneuk het. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Sam Lammers. Niet te veel gekutten. Hij weet die paas te onderscheppen. Voel hem namelijk nu al zijn hete glip al. Keeper, oh, keeper lekker. Dat is wel lekker geschoten, die lage bal die dan. Ja, de hele irritante rolletjes, toch? Als de keeper niet aanzet, dat hij gewoon bij de paal binnenrolt. Zeg. Ja, had erin gegaan, denk ik hoor. Ik dacht. Ja, zeker weten. Dat is een mooie, mooie redding trouwens. En een nog mooiere redding. Hij neemt de corner kort. Goeie variant. Sam Lammers. Hoe snel ben ik? Nou. Niet snel genoeg. Oh. Hij legt hem terug. Oh. Ze proberen op voorstel. Ik dacht dat er een kruising in. Alsnog staat het nog steeds gelijk.
Net iets meer dan een kwartier hebben we nog te gaan. Nee, één bal hoef je me te geven. Oh, dank je. Dank je. Nu moet hij voorgeven. Wat doet hij? Ja, maar ik doe een fake shot en dan doet hij dat als ik al met mijn volgende actie bezig ben. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. Nicolai Jurgensen. Nee, niet rollen. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Ik ging vanuit dat die wel goed ging, die paas. Of anders was het... Ik heb wel steeds de bal net even dan geluk bij me blijft plakken. Maar al van nu dan. Nee, ik wil net. Oh, ik wil net die stap gaan maken. Dit is een bijzonder mooi steekbal. Het genaaid. Oh. Jij heeft hetzelfde buitenspel vallen. Ja. Toen ik wilde corrigeren, toen verneukte ik het voor mezelf. Ja. Ik denk dat Jurgensen wel de beste bal. Ik kan geen heffing meer maken, want ik heb net mijn speler gewisseld. Die, Sam Lammers. Voor deze gozer. Nice. Dienborg gaat naar Heerenveen. Ondanks de rustige opbouw komt er nu toch een einde aan de aanval. Nee, ik was er al door. Oh, ik was er door. Tenminste, die anders stond er beter voor. In zo'n situatie moet je de rust bewaren. Dit was veel te gehaast. Ik denk dat het spelen scheelt niet heel veel. Iets minder kracht en ja. Ja. Je mag uitkomen hoor, dan mag je pas meevoetballen. Ja, natuurlijk tijd is tijd. En de wedstrijd is afgelopen. Winst voor Feyenoord. Nou, het zou allemaal kunnen denk ik. Wel een leuke wedstrijd als je hier naar kijkt, toch? Ja, maar als je denkt van Feyenoord richt is weg en dan toch nog... Ja, beloot met de wedstrijdbal. Ik weet niet of Jurgensen de drie zou maken, maar... Nee, het eens moet de eerste keer zijn. En dat ze zomaar kunnen. Fijn dat deze weer gaat winnen, want ja, ze hebben toch iets goed te maken. Dan kan ze ook zomaar ook zo'n uitslag worden. Bij Heerenveen hoef ik niet raar te kijken eigenlijk. Zoveel doelpunten. Toch? Nee, als er een ploeg is waar je veel goals kan maken en veel goals tegenkrijgen, dan is het... Dan is het Heerenveen wel. Dus, 3-2, voor Feyenoord natuurlijk goede zaken. Voor Ajax is het eigenlijk ook gunstig als Feyenoord wint. Toch? Ja. Ja, want Feyenoord moet dus gelijk blijven met AZ. Want laatst ja, maar ik denk niet dat we nog met Feyenoord en AZ rekening hoeven te houden. Ik denk het wel. Het verschilt 5 punten of zo, toch, met AZ? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat als AZ en Feyenoord aan het einde van de competitie gelijk staan... AZ moet nog winnen tegen PSV. Ja, op zo'n fiets. Ja, klopt. Dus het kan zeker wel belangrijk zijn dat zeg maar ook Feyenoord gewoon puntjes pakt en AZ gelijkwaardig, zeg maar. Dat zeg maar, zou ik de eerste nog niet hebben bekeken, maar inderdaad, zolang AZ en Feyenoord in de strijd staan op plek 3. Ja, dan is die laatste wedstrijd is nog relevant. Want eerlijk, PSV heeft een goede loting daarvoor eigenlijk. Want de laatste wedstrijd, een zware, dat is eigenlijk gunstig. Want dan heb je hem niet in de competitie zelf. Nee. Dus we gaan het gewoon zien. Ik zou zeggen, like eventjes deze video, like de vertelling achter bij de comments. En dan gaan wij de volgende alweer opnemen. Later!